Nou, we hebben een grote doos met vaccinen liggen staan hier in de kamer. En hij staat op 15. Ja, ik kook het water. Ik laat het 2 minuutjes doorkoken. En dan gaat het onder de leren jas. Sorry? Hij hangt gewoon netjes aan de kapstok. Aan de kapstok. Kijk, daar is hem. Ja. Laat hem eens even zien. Die gaat er overheen. Hallo, mijn naam is Bianca Zandbergen en mijn hobby is besparen. Ja, het is allemaal al zo duur en het is eigenlijk meer als hobby ontstaan. Gewoon de uitdaging, wat kan je besparen? Kom verder. Hier zijn we ook volop aan het besparen. Allemaal kaarsjes aan, is lekker warm en gezellig. Het houdt de kamer goed warm. We hebben het een beetje verdeeld door de hele kamer heen. En hij staat op 15. Het is lekker warm hier. Het is gewoon echt een uitdaging. Het levert wel zijn vruchten af. Nou ja, zo'n 600 euro per jaar toch nog weer terug te kunnen krijgen van de energiemaatschappij. Dat is nooit verkeerd, hè? Nou, we hebben een grote doos met vaccinen liggen staan hier in de kamer. Dus we grijpen eigenlijk nooit mis. Mens, wil jij even de aansteker pakken? Nou. Hoeveel vaccinelichtjes gaan er door op een dag? Poeh, daar vraag je me wat. Goeie vraag. Per keer 30 stuks. Ze branden 4 uur op een dag. Dus dat... Ja, dan ben je er zo doorheen hoor, door de doos. Ja? Ik betaal nu op het moment 180 euro. En dan krijg je dus een hele bult van terug. Ja. En wat doe je ermee? Lekker op vakantie. Ja? Waar gaat het dan heen? Dan gaan we naar camping op de Pollen in Belt-Schutsloot. Oh, lekker met een bootje. Ja, heerlijk. Huisje. Ja, ja, ja. We hebben zo'n aparte stekkerdoos. En dat gaat mooi uit. Allemaal uit? Ja, dat het geen stroom kan verbruiken, onnodig. Oh, ja, oh, kijk, dan begint van alles te piepen. Dan begint er van alles te piepen, ja. Zelfs met koken besparen jullie op wel een heel bijzondere manier. Ja, ik kook het water. Ik laat het 2 minuutjes doorkoken. En dan gaat het onder de leren jas. Sorry? Dan gaat hij onder de leren jas. Ja. Onder de leren jas? Onder de leren jas. Hij hangt gewoon netjes aan de kapstok. Aan de kapstok. Kijk, daar is hem. Ja. Laat hem eens even zien. We gebruiken hem echt voor de pannen. Ja, ja. Oh, kijk. Die hebben we ooit een keer bij de kringloop vandaan gehaald. En eigenlijk was het gewoon om uit te proberen. Blijft het warm? En sindsdien gebruiken we de jas over de aardappels en de groenten. Mooie kleine stukjes maken. Zo. Zet ik hem even voluit aan. Zo. Kookt het? Het begint bijna te koken. Nou, het begint te koken. Mooi een inductiekookplaat op voorhand gekocht. Dus de stroom is een stuk goedkoper dan gas. En dit elke dag zo? Elke dag, al 20 jaar lang. Ja? Ja. Elke dag aardappel ook? Elke dag aardappels. Ja? Goed voor je, is gezond. Hij is uit. Dan gaat het op het aanrecht. Oh, en de jas erbij. Die gaat er overheen. Ja, wij hebben een leren jas gebruikt, omdat het dan, dat houdt de warmte wel beter vast. Van begin af aan hebben wij het met een leren jas gedaan, maar ik denk dat er ook wel andere dingetjes zijn die je kan gebruiken. Nou gaat de aardappeltjes gewoon verder koken en ik ben eigenlijk klaar. Koffie? Koffie. Want koffie is altijd een goed idee. Ja, zeker. Ja, we zijn elk jaar weer benieuwd. En wat verwacht u? Ja, met die hoge gasprijzen. Ik heb nu dit jaar eigenlijk geen idee. Nee. Zit er nog een vakantie in, denkt u? Ik hoop het wel. Ja? Ja, ik hoop het wel. Geen geur of smaak van die oude leren jas? Nee hoor. Ja, hij is van tevoren eerst gewassen hoor. Ja? Nou, eet smakelijk. Nou, heel erg bedankt.